Bijna niemand heeft het gemerkt, maar zo'n 1,5 jaar geleden heeft Google haar complete motor vervangen. Oftewel, een compleet nieuw algoritme genaamd Hummingbird is in de plaats gekomen. Dit alles moet bijdragen aan de ambitie van Google om de transitie te maken van zoekmachine naar antwoordmachine. Hoe dat zit, bespreek ik met Eduard van AdWords.nl. En AdWords schrijf je met ED in dit geval. Hij schreef het artikel op Frankwatching, Google's Hummingbird 1 jaar later. Heb jij je SEO-strategie al aangepast? Dan ga ik nu in gesprek met Eduard. Oh jee, Eduard, daar moeten we even overleggen. Blackiere? Ja, vind ik een goede, vind ik een dappere poging. Het is Blackiere. Ja. Blackiere. Eduard Blackiere. Eduard, dit is een gesprek waar ik oprecht een tijdje naar uit heb gekeken. Want jouw blog AdWords.nl met edwords.nl bekijk ik regelmatig. Ik merk ook dat ik heel vaak als ik een vraag heb op SEO-vlak terechtkom op jouw blog. Dus daar staat zeer veel waardevolle content op voor mensen die meer willen weten over SEO. En voor de mensen die iets meer willen weten over... Ja, graag gedaan. Leuk te horen. Ja, nou ja, dat is ook echt waar. Mensen die meer willen weten over jou. Jij schrijft sinds 2006 over zoekmachine marketing op je weblog AdWords. Ja. En op nationale weblogs zoals Marketing Facts, e-merse en gelukkig ook op Frankwatching. Ja. Je bent docent hè, op Lectric Bekenstein bij de LOE. Ja. En ondertussen ook nog spreker. Onder andere Search Engine Strategies, Affiliate Dag, Marcom. En daarnaast bekleden je bestuursrollen in de IAB Task Force Search. En ben je actief in de DDMA Commission Search. Ja, klopt. Dat is een hoop. Druk. Ja, zeker. Ja. Zeer zeker, maar wel allemaal hele leuke dingen. Zoals je hier wellicht uit opmaakt, ben ik gewoon heel graag met het vak bezig. En ik vind het gewoon een ontzettend leuk vakgebied. Ja, voordat we naar het artikel gaan, wat maakt het nou zo leuk voor jou? Dat is eigenlijk de kracht van het medium search. Daar ben ik zo'n 10 jaar geleden, iets langer geleden, voor het eerst mee in aanraking gekomen. En het fascineerde me vanaf dag 1 hoe krachtig het medium werkt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel logisch. Want als je het medium van een search engine gebruikt als user, dan stel je een vraag, je geeft een intentie aan, je geeft aan dat je iets wilt en pas daarna komt er iets op je af. Pas daarna komt er content. En die content sluit dan ook nog eens heel goed aan bij wat jij zoekt, wat je aangeeft. En dat maakt het natuurlijk bij uitstek een pool medium. En dat is iets wat gewoon ontzettend krachtig werkt. Ook gewoon als je het hebt over marketing en sales activiteiten. Oké, helder. Je hebt een artikel geschreven op Frankwatching. Dat is de kapstok voor ons gesprek van vandaag. Google's Hummingbird 1 jaar later. Heb jij je SEO-strategie al aangepast? Ja. Hummingbird. Je hebt het eerst al als introductie in je artikel over hoe heeft het web zich überhaupt ontwikkeld. Van 1.0 naar 2.0, nu zitten we in 3.0, 4.0 komt eraan. Kun je uitleggen hoe die route eruit heeft gezien van 1.0 naar nu 3.0 en straks 4.0? Ja, zeker. Voordat ik dat ga doen, wil ik ook even credits geven aan mijn collega Sander Helbron. Ik heb het artikel samen met hem geschreven. Dus hij heeft er ook zeker een belangrijke bijdrage en een stuk research voor gedaan. Dat wilde ik nog even gezegd hebben. Waarvan akte? Waarvan akte? Hoe heeft het web zich ontwikkeld? Nou, de reden dat ik daar mee begon in het artikel is ook om eigenlijk, als je dat weet, dan snap je ook beter waarom Google met dit compleet vernieuwde algoritme is gekomen. Want eigenlijk is het nogal wat. Het is niet een nieuw stukje wat ze hebben aangebouwd. Maar als je het vergelijkt met een auto, dan is er gewoon een volledige nieuwe motor in geplaatst. Gewoon een compleet nieuwe engine. En dat is eigenlijk best wel huge natuurlijk. En waarom hebben ze dat nou gedaan? Nou, dat heeft ook een beetje te maken met die hele ontwikkeling van het web. En natuurlijk kan je spreken over web 1.0, 2.0, 3.0. Wat het allemaal is, daar is ook lang niet iedereen het over eens. Maar waar het in feite op neerkomt, is dat we begonnen eigenlijk met een heel plat internet met gewoon documenten die digitaal werden gemaakt en via hyperlinks werd dat aan elkaar ge,
geknoopt. En daar kon je in eerste instantie eigenlijk alleen maar doorheen klikken. De eerste search engine was in feite gewoon een soort startpagina waar je gewoon doorheen klikte. Zo is de zoekmachine Yahoo ook begonnen. Toevallig hebben ze vorige maand, zijn ze na 20 jaar met hun eerste Yahoo directory gestopt. Omdat dat tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer de manier van zoeken. Want dat heeft Google natuurlijk met name geclaimd. Maar als je kijkt naar die ontwikkeling van het web, dan had je even heel grofweg tussen 1990 en het jaar 2000 gewoon zeg maar het 1.0 web, redelijk plat, gaat eigenlijk alleen maar over tekst en hyperlinks tussen die tekstdocumenten, waarbij je bij web 2.0, wat dan vaak het social web wordt genoemd, waarin eigenlijk de belangrijkste toevoeging is, zo tussen zeg maar even grofweg het jaar 2000 en 2010, is dat mensen konden gaan interacteren met die webpagina's en ze konden ook zelf webcontent gaan creëren. Want voorheen was het eigenlijk een hele kleine groep mensen die alle content op het web plaatsten. En dat kon je alleen maar consumeren. Nou, zeg maar grofweg tussen 2010 is natuurlijk die hele ontwikkeling gekomen, dat je zelf content erop kunt zetten. Dus dat je dat zelf heel eenvoudig kunt doen. Of dat nou via een weblog is of via een social network of op een andere manier. Dus dat is daarin cruciaal. En als je dan kijkt de fase waar we nu in zitten, grofweg 2010-2020, web 3.0, dan gaat het heel erg over menselijke taal versus de computertaal, want mensen praten gewoon in een bepaalde taal, maar een computer en een search engine snapt dat eigenlijk nog niet. Dus waar nu heel erg de focus op ligt, ook als je kijkt naar Google, en dat is de brug naar Hummingbird, is dat ze proberen om de betekenis te snappen van woorden en zinnen. Enerzijds de woorden en zinnen die mensen invoeren in Google om te begrijpen, oké, dit zijn niet een aantal letters achter elkaar of een aantal woorden achter elkaar, maar dat betekent iets. De combinatie van die letters en die woorden, dat heeft in de mensenwereld, heeft dat gewoon een bepaalde betekenis. En het doel van Google is om dat te begrijpen en aan de andere kant natuurlijk te begrijpen dat hele web, dat hele internet, wat ze in een enorme database eigenlijk elke dag, elk uur, elke minuut bijwerken in hun grote database, ook wel index genoemd. Hoe kunnen ze al die woorden en zinnen en zelfs natuurlijk ook afbeeldingen, video's en andere soorten content, hoe kunnen ze dat begrijpen? Hoe kunnen ze daar nou ook betekenis uit halen? Ja, en dat noem je het semantische web, hè? Ja. Ja, semantische web, laatste tijd redelijk vaak voorbij zien komen al in vele artikelen en op vele blogs, waarin je, zoals je al zegt, eigenlijk de vertaalslag van menselijke taal, van computertaal naar menselijke taal maakt. Dus die zoekmachine, zeg jij, die moet gaan begrijpen waar een inhoud van een pagina over gaat. En dan niet puur in eentjes en nullen en in tekst. Want je hebt ook een schemaatje, dat is voor de mensen leuk om toch ook het artikel te lezen. Er staat een schema op van hoe het web eruit zag toen het helemaal begon. Zoals je weet, omschreven het allemaal documenten, gewoon met linkjes naar elkaar. Waarbij een crawler van Google één keer in zoveel tijd langskomt om in kaart te brengen. Waar gaat het over? Welke teksten staan erin? En dat opslaan vervolgens in de index, zodat als iemand er naar zoekt, weten wat ze dan moeten presenteren in de zoekresultaten. Waarbij je nu in je artikel zegt, het gaat niet meer om het presenteren van een lijst met resultaten, maar om een lijst van antwoorden. Ja. En nou, dat is Hummingbird? Ja, ik denk dat je daarmee echt de kern te pakken hebt van waar Google heen gaat. En trouwens ook Bing hoor, en andere search engines. Eigenlijk hebben we de langste tijd denk ik wel gehad, dat je eigenlijk is een search engine nog steeds redelijk dom, redelijk stom. En ondanks dat ik absoluut niet wil de indruk wil hebben dat de mensen bij Google dat zijn, want er zitten echt de slimste mensen die zo'n beetje op deze aarde leven, die werken daar in grote getalen. Maar als je gewoon kijkt,
Google. Je voert een paar woorden in, je drukt op enter, je krijgt een lijstje documenten terug, webdocumenten, en daar staat waarschijnlijk, maar mogelijk staat het antwoord wat jij zoekt daarop. Dus je moet daar zelf gaan heen klikken. Hey, heeft de eerste mijn antwoord? Nee. Heeft de tweede mijn antwoord? Nee. Heeft de derde mijn antwoord? En wat je gepresenteerd krijgt in die zoekresultaten zijn feiten korte samenvattingen van het document dat Google daarover kent. Nou, ambities van Google die gaan natuurlijk heel veel verder. En dat zie je heel duidelijk terug in wat Google dan de knowledge graph noemt. Dat zie je ook steeds vaker. Met name als je naar een informatieve zoekopdracht hebt. Als je naar een mens of een bedrijf of een land of naar dat soort zaken zoekt. Zie je steeds vaker aan de rechterkant een box in Google waar al de antwoorden instaan van wat jij zoekt. Ja. En dat is natuurlijk al jaren de ambitie van Google. Dat ze begrijpen wat jij zoekt en dat je niet meer zelf hoeft te gaan filteren tussen al die vele documenten, maar dat je alvast het antwoord gepresenteerd krijgt. En ja, dat is één stap. En de volgende stap is eigenlijk, als je dat weet, als je de betekenis snapt van zoekvragen en van antwoorden, dan kun je ook op een hoger niveau die antwoorden aan elkaar gaan koppelen. Want stel je bent op zoek naar de cast van een bepaalde film. Nou, dan zou je zien dat als je daar nou op zoekt, dat Google al vrij snel komt met een lijstje acteurs met de cast van die film. Maar als ze weten dat jij naar een bepaalde film op zoek bent, kunnen ze zeggen, oh, wacht even, ik snap nu wat deze bezoeker wil. Misschien is die ook wel geïnteresseerd in reviews. Misschien is die ook wel geïnteresseerd in een trailer van die film. En ja, dan kan je dus op een ander niveau antwoorden aan elkaar gaan koppelen die mogelijk ook interessant zijn of zelfs al een vervolgvraag zouden kunnen zijn op de initiële vraag. En dat is het liefst wat Google wil. Daarom zijn ze zo hard bezig om zoveel mogelijk data te structureren, om zo goed mogelijk te begrijpen wat woorden inhouden, wat dat nou echt betekent. Want dan kunnen ze op een heel ander level antwoorden gaan geven, zonder dat je daar zelf nog heel veel werk aan hebt om door allerlei webdocumenten heen te scrollen. Ja, dat is natuurlijk voor de gebruiker fantastisch, want die stelt zijn vraag en die krijgt vrijwel direct het antwoord. Ja. Maar dat is ook een van de onderwerpen waarin ik het in podcast aflevering 2, als ik het goed heb, met Ralf Wolbrink over gesproken heb. Ja. Daar ging het over te afhankelijk zijn van Google. Want voor bedrijven die hier hun hele businessmodel rondomheen hebben gebouwd, het verstrekken van dat soort informatie, bijvoorbeeld weer, verkeer, boekingen, reserveringen, en dat soort zaken. Ja. Voor hun is het misschien helemaal niet zo interessant. Ja, nee, dat is dus ook wel heel aardig dat je dat aanhaalt. Want er zal een belangrijke mindshift moeten gaan plaatsvinden bij marketeers, bij organisaties. En waarom is dat? Wij denken nu heel erg in traffic. We zien Google en allerlei andere kanalen, zeker als je dat bekijkt als marketeer als je bezig bent met gewoon je business, dan zien we dat als een medium, als bronnen om traffic te krijgen. En als je er op die manier naar blijft kijken, ja, dan krijg je moeilijke jaren. Want je ziet heel duidelijk dat Google is daar al een aantal jaar mee bezig om echt te veranderen van een zoekmachine naar een antwoord engine, zeg maar. Dus dat betekent dat steeds meer traffic blijft binnen Google. Steeds meer antwoorden worden al gelijk binnen Google gepresenteerd. Dus dan snap ik dat als je nog steeds er naar kijkt en daarover nadenkt als een van je belangrijkste trafficbronnen, dan ga je je zorgen maken. Wat zouden die bedrijven kunnen doen nu binnen Hummingbird om daar geen nadelige gevolgen van te ondervinden? Maar misschien kunnen we zelfs voordelen bedenken aan het semantische web, aan Google Hummingbird, voor dit type bedrijven? Of zeggen we, nou, er zijn vast voordelen, maar ik heb nog geen idee. Ja. Nou, dit is echt typisch wel een lange
termijnverhaal hoor. De komende paar jaar, de komende jaren, blijft Google nog steeds, denk ik, voor heel veel organisaties, voor heel veel websites, absoluut de belangrijkste trafficbron. Dat zie ik ook weer niet zo heel snel veranderen hoor. Dus er is nog ontzettend veel wat je kunt doen om alle search traffic die dagelijks over Google gaat, om daar ook jouw stuk van te pakken. Ik bedoel, ik ben zelf al 10 jaar bezig met SEO en ik geef daar heel veel advies over en training aan ontzettend veel organisaties, groot en klein. En de SEO is zeg maar levendiger dan het ooit was hoor. Dus in die zin hoeven mensen zich niet zorgen te maken dat het per morgen allemaal over is. Maar je moet je wel goed beseffen dat er wel iets gaande is, waardoor je anders moet gaan denken. Je moet eigenlijk, en dan probeer ik het concreter te maken. Je moet goed gaan nadenken over jouw informatie, over jouw content. Want waar het nu eigenlijk heel belangrijk is, waar je informatie staat. Nou, staat het in Google? Ja, dan kan je daar best veel traffic mee krijgen. Wat de komende jaren veel belangrijker wordt, is de informatie zelf. Wat is nou de toegevoegde waarde van de content die jij als business aanbiedt? En zorg dan vooral eigenlijk, maar dit is echt een lange een verhaal voor de lange termijn. Maar zorg dat je je niet zo zorgen meer maakt over waar jouw content staat. Sterker nog, misschien moet je allerlei API's gaan aanbieden en allerlei manieren waardoor mensen jouw content in hun omgeving, in hun context kunnen gaan gebruiken. Maak je geen zorgen dat je die content kwijtraakt. Of je het nou kwijtraakt aan Google of aan andere partijen. Feit is, dat gaat gebeuren. Dus wat blijft er dan over? De toegevoegde waarde van jouw content. Heb jij dan content, informatie, data, onderzoeken, wat je dan ook hebt, daar ga je het verschil mee maken. Want als je dat hebt, dan vinden mensen je wel. Of dat nou is via Google of via andere bronnen. Ja, en zorg dan ook voor dat je je naam en je contactmogelijkheden daar goed aan gekoppeld hebt. Zodat als mensen die content als waardevol ervaren, de weg naar jou alsnog wel weten te vinden. Ja. Oké. Okay. Klopt. Nou heb je het over, of net had je het over het structureren ook van die data. In je artikel heb je het over betekenissen beschrijven door middel van triples. Ja. Je zegt, we gaan dus van keywords naar entiteiten of van strings naar things. Van woorden die gebruikt worden om dingen te beschrijven naar het ding dat beschreven wordt. Ja. Het semantische web beschikt over een standaard om dingen of objecten te beschrijven. We noemen dat triples. Een structuur van subject, predicaat en object. Ja. Wat is dan het subject? Wat is het predicaat? En wat is het object? Ja, op zich kunnen we het daar wel over hebben. Ik denk dat we daar voor nu niet al te lang bij stil moeten staan. Want dat is meer de theorie die daar achter zit. Ik denk dat ik sneller nu een stap ga maken naar wat kun je daar in de praktijk mee. Maar als je het toch even heel kort wilt benoemen. Het subject is de entiteit die beschreven wordt. Het predicaat is eigenlijk het kenmerk van die entiteit. En het object is de waarde van het kenmerk. Nou, dit maakt het allemaal nog, denk ik, nog steeds niet heel duidelijk. Ik geef even een voorbeeld. Dat staat ook in een plaatje gevisualiseerd in het artikel. Maar daar zie je bijvoorbeeld het voorbeeld van het subject. Dat kan een vlucht zijn. Bijvoorbeeld United Flight U3223, dat is dan het subject. Het predicaat of het kenmerk van die entiteit is, die heeft een vertrektijd. En dan het object, de waarde van dat kenmerk is in dit geval 10 over 4. Dus dat is gewoon een standaard die eigenlijk in deze wereld is afgesproken hoe je informatie kunt structureren. En dan wil ik heel snel nu de brug maken naar schema.org. Want wat kun je er nou als marketeer of als ondernemer mee? Ga alsjeblieft eens lezen over schema.org. Dat is de standaard die Google, Yahoo, Bing en later ook de grootste search engine in Rusland, Yandex, hebben
gelanceerd. Dat is eigenlijk een standaardtaal om informatie te structureren. En als je die standaard gebruikt, dan weet je zeker dat Google het snapt. En dan snapt Google bijvoorbeeld, oh, hier op deze pagina zie ik een breadcrumb staan. En op deze pagina zie ik een logo staan van dit bedrijf. En ik zie contactinformatie staan. Ik zie openingstijden staan. Ik zie reviews staan. En die hebben een bepaalde ratingscore enzovoort. Al dat soort informatie kun je structureren. Nou, hoe kom ik nou achter of mijn site al gestructureerd is in schema.org? Ja, de snelste manier is om naar je Google Webmaster Tools account te gaan. Als je dat nog niet hebt, ga vooral even naar google.com/webmasters en zorg dat je dat account heel snel aanmaakt. Ja. De meeste mensen hebben dat wel. Dat is eigenlijk heel veel nuttige, gratis informatie die Google jou geeft over jouw website. En daar vind je onder andere ook een van de dingen die ze daar presenteren is van hey, welke gestructureerde data zien wij nou op jouw website? En daar kun je in ieder geval al heel snel zien van Google zelf die aangeeft van hey, heb ik dat? En als je dat niet hebt, dan zul je daar niks terugzien. Als je het wel hebt, dan zal Google ook aangeven of je dat op de juiste manier geïmplementeerd hebt. Dus zelfs als je daar wat fouten in gemaakt zou hebben, dan geeft Google dat ook aan. Dus dat en vele andere functies maken Webmaster Tools echt een noodzakelijke tool om te hebben. Dat is echt een enorm waardevolle tool. En het mooiste is, het is gratis. Ja. En het is van Google, dus Google helpt je ook daadwerkelijk om vanuit Webmaster Tools je site te optimaliseren. Voor de mensen die Webmaster Tools hebben, log in, klik naar je site en links in het menu heb je uiterlijk van site search. En dan is het eerste kopje volgens mij gestructureerde gegevens. Ja. En als daar dan staat, we hebben geen gestructureerde gegevens op uw site gevonden, dan weet je dat er werk aan de winkel is. Absoluut. Okay. En ook al zijn die gegevens wel gevonden, dat wil niet zeggen dat het per se goed is of dat je daar per se het maximale uit hebt gehaald. Dus ik denk dat je zeker even moet kijken naar wat voor content heb ik. Een heel overduidelijk voordeel om je informatie te structureren zit hem in de hoek van de reviews en de ratings. Okay. Als je die op jouw website plaatst, en je structureert dat met die schema.org standaard. Dat kan je allemaal nalezen hoe je dat dan moet doen op schema.org. En dan zal Google die reviews laten zien in de snippet, zoals dat heet, van jouw zoekresultaat. En dan val je gewoon extra op, want dan komen daar van die gele sterren bij te staan die gewoon aangeven, joh, op een schaal van 10 heb jij een score van, laat ik maar even zeggen, 8 uit 10 op basis van 100 of 200 reviews. Ook al zijn het 10, dan kan je dat ook al krijgen. Ja. En daarmee kun je je onderscheiden natuurlijk van de andere resultaten. En dat levert gewoon een hogere doorklikratio op en dus meer traffic. Ik heb daar een paar jaar geleden eens een case over geschreven. Ik denk als je naar Rich Snippets of Rich Snippets case zoekt, in beide gevallen zul je denk ik vrij snel vinden. Maar daar zag je dat al zomaar voor 20% extra traffic kan zorgen, al alleen door op te vallen. Dat is niet mis. 20% extra traffic, dat lijkt me de moeite waard. Nou hadden we in het verleden de mogelijkheid om een fotootje van jou als auteur naast je zoekresultaten te hebben. Dat zorgde duidelijk voor veel meer traffic en veel meer onderscheidendheid in de zoekresultaten. En dat was van de een op de andere dag was dat in één keer footsie. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dit soort dingen is leuk, maar hoe lang blijft het? Heb je daar een idee van? Ja, nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. En in die zin, Google's wil is gewoon wet. Dus het zou zomaar kunnen dat Google over een tijd zegt, nou, daar stoppen we mee. En daar moet je altijd rekening mee houden. Google is heel groot. Google is, je kan niet zonder Google. En het gevaar is dat je inderdaad daar heel afhankelijk van wordt. Dus sowieso is een strategie die ik iedereen aanbeveel is om absoluut ook ervoor te zorgen dat je
allerlei andere traffic bronnen gaat aanboren. Dat wat er ook gebeurt binnen Google, dat je ervoor zorgt dat je daar niet afhankelijk van bent. Want waar we het net vrij uitgebreid over hebben gehad, is die hele ontwikkeling van Google van zoekmachine naar antwoordwoordmachine. Je weet gewoon dat de komende jaren zou je eerder minder traffic uit Google gaan krijgen dan dat je meer traffic krijgt. Dat weet je dat in de komende 5 à 10 jaar gebeuren, omdat Google steeds meer antwoorden gaat presenteren. En het zal steeds minder nodig zijn om mensen naar externe pagina's toe te gaan sturen. Dus dat is weer een beetje het lange termijn verhaal. Maar terug naar jouw vraag. Ik zie dat op korte termijn, de komende paar jaar, zie ik dat niet verdwijnen. Dus rich snippets, die zullen zeker nog een tijd blijven, omdat het absoluut voor een Google-user vrij veel waarde toevoegt. En alles wat voor een Google-user goed is, dat houdt Google in stand. Ja. Okay. Je zegt ook in je artikel de domein diversiteit neemt af. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja. Nou, dat heeft meer te maken met als je naar Hummingbird kijkt. En dat is natuurlijk het hele complete nieuwe algoritme dat ze 1,5 jaar geleden inmiddels gelanceerd hebben. Om juist te kunnen voldoen aan alles wat er hier speelt. Alles waar we het over hebben gehad. De domeindiversiteit is meer een soort KPI, meer een soort metric om te meten van doet Hummingbird eigenlijk wat het zegt dat het doet. Het oude SEO of het oude algoritme van Google, die keek eigenlijk redelijk plat naar het matchen van woordjes. Dus stel je hebt een zin van 3, 4 of 5 woorden, dan gaf Google tot zeg maar voor Hummingbird 10 sites terug die woorden eigenlijk bevatten. Even heel kort. Door de bocht hoor. En wat je nu ziet is dat Google kijkt niet meer zozeer. Ja, dat doen ze nog wel hoor. Maar daarbovenop kijken ze nu ook naar wat is de betekenis van die woorden. En dat betekent dat al heb je 3, 4 of 5 verschillende zinnetjes met hele andere woorden, maar waarvan de intentie hetzelfde is, dan zal je zien dat Google steeds vaker dezelfde websites, dezelfde sites, dezelfde webpagina's zal teruggeven. Zeg maar na Hummingbird. En dat zie je dus dat het aantal verschillende domeinen, het aantal verschillende sites wat scoort in Google op zoektermen die eigenlijk qua woorden wel heel verschillend zijn, maar qua intentie hetzelfde, dan zie je dat steeds vaker dezelfde sites zijn. En dat is wat ik in mijn artikel duidelijk heb willen maken. Dat is iets wat ik ook in een paar plaatjes laat zien. Dus eigenlijk zie je dat Hummingbird doet wat het moet doen. Oké. Even kijken, inderdaad die plaatjes. Nog één ding en dan wil ik graag naar de comments die er op jouw bericht of op je artikel zijn binnengekomen. Je hebt het ook nog over keyword pairs. Het voorbeeld dat ze geven, of dat je geeft bang hairstyles en hairstyles with bang, komt op hetzelfde neer. Ja, dat is eigenlijk min of meer hetzelfde als wat ik net ook al even uitleg. Ja, maar als ik nou SEO-teksten ga schrijven voor mijn website bijvoorbeeld, moet ik daar dan nu op een andere manier rekening mee houden met keyword pairs? Of wat voor gevolgen heeft dat nou voor mij als ik content aan het produceren ben? Precies. Als je het nou hebt over inderdaad wat betekent dit nou praktisch voor jou met jouw content, met jouw teksten. Dat betekent dus dat je eigenlijk moet je geen zorgen meer maken over keywords. Dus je moet niet zozeer keywords centraal stellen, maar je moet echt de intentie achter die keywords centraal gaan stellen. En dat betekent dat als jij kijk naar wat ik dan hier toevallig kijk ik naar bang hairstyles en hairstyles with bangs. Als je kijkt naar hoe SEO 2, 3, 4, 5, 6 jaar geleden gedaan werd, dan werd er voor deze keywords aparte pagina's gemaakt. Dat is wel ouder trouwens hoor. Dan heb je het
heb je het over 4, 5, 6 jaar geleden. Want met Google Panda algoritme, wat al zo'n 3,5 jaar geleden werd geïntroduceerd, werden dit soort dingen er eigenlijk al uitgefilterd hoor. Dus Google is hier natuurlijk al langer mee bezig. Maar het oude SEO is dat je dan daar aparte pagina's voor maakt. Of inderdaad, in het ergste geval zelfs hele aparte sites. Nou, dat moet je niet meer doen. Wat moet je dan wel doen? Je moet gewoon kijken, oké, ik heb één stuk content. En dat is eigenlijk een antwoord op meerdere zoekvragen. Meerdere soorten keywords. En begin nou eerst door gewoon eens voor een mens, voor jouw doelgroep, content te gaan schrijven die hun vraag het beste beantwoordt. En daarna doe je eigenlijk achteraf een check van oké, dan doe je een stukje keyword research over dat topic. En dan ga je kijken, heb ik dan allerlei varianten van die keywords, meervoud, enkelvoud, synoniemen enzovoort. Heb ik die allemaal in mijn tekst verwerkt? Ja, nou top. Nee, voeg ze toe op een hele logische manier dat het gewoon in die tekst past. Ga je ook niet zorgen maken over de keyword density. Kortom, hoe vaak komt dan dat zoekwoord voor in die tekst? Maak je daar gewoon geen zorgen over. In feite zou je kunnen zeggen, als dat keyword er één keer in staat, is het eigenlijk al genoeg. Het gaat er veel meer om dat die content duidelijk maakt dat jij gewoon het antwoord hebt op die zoekvraag. Oké, maar dat verandert. Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen wel wat verandert. Ja. Als ze bezig zijn met het produceren van content. Ja. En toch is Hummingbird alweer een tijdje in de lucht. Want dat is nu een jaar geleden geïntroduceerd? Het is nu zo'n anderhalf jaar geleden. Google is daar in augustus 2013 mee begonnen. Maar toen hadden ze het nog niet aangekondigd. Ze hebben het pas halverwege september op hun 15e verjaardag aangekondigd. Maar toen waren ze eigenlijk al een maand mee bezig. Oh, en wat ik dan knap vindt, is dat eigenlijk niemand het echt heeft gemerkt. Dus ze hebben er gewoon een compleet nieuwe motor in gezet. En eigenlijk heeft bijna niemand het gemerkt. Nou, dat vind ik best knap. Maar dan zou je kunnen zeggen, als toch niemand het gemerkt heeft, waarom zou je er dan druk over maken? Of waarom zou je het dan anders doen dan je deed? Op dat ogenblik waren er geen grote verschuivingen. Dus dat is wat ik bedoel met op dat moment had niet heel veel mensen had het in de gaten. Maar als je kijkt, en dat is wat ik ook in dat artikel uitleg en ook in het artikel laat zien. We hadden het net over die keyword pairs en de domeindiversiteit. Dan zie je echt een heel groot verschil hoe een zoekresultatenpagina er nu uitziet op verschillende keywords met dezelfde intentie en hoe dat er anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden uitzag. Dat is echt een vrij groot verschil. Dus er is over die periode, over een wat langere periode, is er wel heel veel veranderd. Ja. Dus je moet er zeker iets mee. Absoluut. Okay. Nou, dan wil ik nu graag naar de comments die er op jouw artikel zijn gegaan. Ik ga ze uiteraard niet allemaal behandelen, maar ik heb er een paar geselecteerd. Ja. Onder andere een, en dat is meteen een risico, want het heeft ook een wat lastige, maar ik hoop dat ik het goed zeg, David Sarkowski, ja, op Twitter te vinden als SEO Rank Monitor. Ja. Hij zegt, helder artikel, Eduard, toch verbaast het me dat de meesten dit als een positieve ontwikkeling zien. Aan de ene kant heeft het voor een webmaster voordelen dat de content waarbij geen duidelijke nadruk op specifieke zoekwoord wordt gelegd, nu beter begrepen wordt door Google. Aan de andere kant Google, die op de pagina met zoekresultaten antwoord op de vragen geeft, waarbij het nut van de bezoeker en de gepresenteerde zoekresultaten afneemt. De trend zet duidelijk door. Denk aan het weer, voetbal. Nou, daar hadden we het inderdaad ook al over. Toch verbaast het me dat de meesten dit als een positieve ontwikkeling zien. Daar begint hij mee. Vind jij het een positieve ontwikkeling? Ja, ik vind het een positieve ontwikkeling. Waarom dan? En dat zal ik je uitleggen. In eerste instantie, als je in dit vak zit en je doet SEO of je bent met marketing bezig in zijn algemeenheid en met traffic naar je site, dan vind je dit niet leuk. Dat heb ik ook een paar keer gedacht. Dus dat is iets wat ik ook direct eerlijk kan aangeven. Maar dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Dit is nog vanuit zeg maar de oude traffic gedachte. Dus dat je bent bezig met Google of je bent bezig met marketing om direct traffic uit dat medium naar jouw site te krijgen. Nou, ik denk dat je dat doel moet je niet
overboord gooien. Maar je moet je wel realiseren dat dat de komende jaren steeds lastiger wordt als je praat over Google. En als je kijkt vanuit een ander perspectief, gewoon als Google gebruiker, gewoon als user van de search engine Google, dan is Google met dingen bezig waar je eigenlijk als user heel blij van wordt. En het heeft natuurlijk ook te maken met die hele trend naar mobile. Wat je ziet is dat dit jaar krijgt Google, ook in Nederland, meer zoekopdrachten via mobiele devices dan via desktop computers en laptops. En dat wordt alleen maar meer. Dus die shift naar mobile ziet Google ook heel duidelijk. Nou, op mobile, met zo'n klein schermpje, daar ga je zitten googlen. En je krijgt 10 documenten waar mogelijk jouw antwoord in zit. Dan moet je daarheen gaan klikken, moet je wachten totdat die site geladen is, moet je hem lezen, staat jouw antwoord er niet tussen, ga je weer terug naar Google, ga je naar de volgende. Voor mobile is dat een grotere uitdaging en is dat eigenlijk lastiger dan dat is op een laptop of een desktop computer. Ja. Hoe kan Google dat nou voor de gebruikers makkelijker maken? Door alvast de antwoorden uit die documenten te halen en alvast aan jou te geven. Zeker op mobile. Dus ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En verder als derde, ja, wat ik ervan vind of wat andere mensen ervan vinden, eigenlijk maakt het niet uit. Het feit is dat dit gaande is en dat het alleen maar meer wordt. Ja. Dus je zult ermee moeten dealen. Je zal als trafficbron absoluut minder afhankelijk moeten worden van Google. En je zal absoluut, en dat gaat eigenlijk veel verder dan content marketing, maar je zult heel goed moeten gaan kijken, wat is nou de toegevoegde waarde van mijn product, van mijn dienst, van mijn content, van mijn service. Je moet je geen zorgen maken over waar dat dan terechtkomt of anderen dat van jou stelen tussen quotes. Maar je moet er veel meer over nadenken, wat voegt dat nou eigenlijk toe? En hoe kan ik misschien zelfs wel content creëren waarin ik misschien een concurrentievoordeel heb op anderen, wat anderen niet zo makkelijk kunnen kopiëren. Dan word jij de bron van die traffic, dan word jij de autoriteit van die content. En dan komen ze wel. Ja, ja. Daarvoor, we hadden het straks ook even over Google Webmaster Tools. En nu zeg je, het gaat gebeuren dat mobiel verkeer groter wordt dan desktop verkeer. Ja. Nu kreeg ik bijvoorbeeld vanochtend een mailtje van Google Webmaster Tools over een van de vele sites die we daarin hebben hangen voor een klant die zijn website nog niet responsive heeft willen maken. Dat ook Google Webmaster Tools daarover nu een mail stuurt met de systemen van Google hebben in dit geval 236 pagina's op uw site getest en vastgesteld dat 100% hiervan kritieke problemen met de mobiele bruikbaarheid heeft. Dus Google helpt ook via Webmaster Tools mensen om daar scherper op te worden en te zorgen dat die sites nu ook echt, als je dat niet al lang gedaan hebt, echt nu eens een keer responsive of mobiel bereikbaar geoptimaliseerd gaat worden. Zeker. Als er één terrein is waar Google ontzettend veel focus op heeft, dan is het mobile. Ja, en terecht ook. Als je daar niet in meegaat, dan ga je daar last van krijgen. Er zijn al wat eerste signalen dat websites die zeg maar niet mobile friendly zijn, dat die gewoon lager scoren in de mobile ranking. En dat zal Google alleen maar scherper gaan doen. En super dat ze je daar natuurlijk mee helpen. Op zich hoeven ze je er niet mee te helpen. Maar in feite is hun gedachte, ja, wacht even. Als jouw website niet mobile friendly is, maar die scoort wel in Google en mensen komen daarop terecht, dan geven mensen sneller de schuld aan Google dan aan jou. Ja. Dus het is er Google ook heel erg aan gelegen dat die user experience altijd goed is. En dat is al voor een heel groot gedeelte op mobile. En dat wordt alleen maar meer. Dus absoluut. Oké, en nog een vraag van Kevin. En die vraagt, weet iemand of de verandering naar meer Engelstalige resultaten bij de Engelse zoekopdrachten in Google.nl ook een onderdeel van Hummingbird is? Resultatenpagina's van Google.nl voor bijvoorbeeld de term heaters staat sinds een aantal weken ineens vol met UK en USA resultaten. Weet jij dat? Nou, ik weet wel dat absoluut niet het doel is van Google. Dus dit zie ik eigenlijk meer als een soort
bijna een soort bug dan dat het echt... Kijk, Google probeert met alle data die ze hebben zo goed mogelijk in te schatten, waar ben je nou naar op zoek? En ik denk dat mensen die op zoek zijn naar heaters in Google, of dat nou in Google.com is of in andere landen, daarvan ziet Google, die komen vaak terecht op Engelstalige content. En als zij dat zien vanuit hun gebruikersgedrag, dan zullen ze ook die Engelstalige content teruggeven. Omdat zij zien vanuit hun data dat mensen die daar op zoeken komen vaak daar terecht. Ook al is het vanuit een ander land. Ja. Dat is denk ik meer dat er aan de hand is. Want het is zeker niet een doel van het hele nieuwe Hummingbird algoritme dat er meer Engelstalige resultaten in andere landen terechtkomen. Want dat is in de meeste gevallen absoluut niet een goede user experience. Okay. Dus nee. Okay. Eduard, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. En zoals altijd wil ik je heel graag nog 3 korte vragen, waar volgens mij ook prima een vrij kort antwoord op past, stellen. En de eerste is, wat is je favoriete managementboek? Waarom? Nou moet ik bekennen dat ik al een hele tijd geen managementboek meer heb gelezen. Dus als ik er dan één moet noemen, dan zal het een wat oudere boek zijn. Nou ga ik een titel noemen en dat is al een wat oudere titel. Purple Cow van Seth Godin. Nou maakt het me eigenlijk niet uit of je die leest of een ander boek van hem, of dat je zijn blogposts leest. Maar hij heeft een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van tegen dingen aankijken. Hij heeft ook best wel visie. Ja. Waarvan ik denk, nou, als je dan moet kiezen, dan zou ik zeker hem zijn boeken pakken. Maar er zijn ontzettend veel dingen die zeer nuttig zijn. Maar ik denk hij is wel heel goed om echt buiten kaders, echt buiten hokjes te denken. En als er iets is wat je steeds meer nodig hebt, dan is dat het wel. Ja, het is mooi dat je dit boek noemt. Het is ook absoluut een van mijn favorieten. Ja. Purple Cow. Ja, als je langs een weiland bent gereden en dan iemand vraagt die dat gedaan heeft, heb je nog koeien gezien? Dan zegt hij, geen idee, zou kunnen, weet ik eigenlijk niet bewust. Terwijl als er een paarse koe in die kudde tussen staat, dan zet je de auto aan de kant, stap je uit, maak je foto's, bel je vrienden op en zeg je, ik heb nou toch iets, moet je kijken, een paarse koe. Ja. En wat hij stelt in zijn boek Purple Cow is, zorg dat je binnen je eigen branche de Purple Cow wordt, waar mensen voor willen stoppen, over willen praten en de moeite willen nemen om vrienden erover in te lichten. Ja, ja. Tof boek. Ja. Absoluut. Heb je ook nog een succesquote die je aanspreekt? Ja, dan ga ik een quote noemen die we al jaren hanteren bij Orange Valley, waar ik werk. En dat is, feedback is food for champions. Feedback is food for champions. Want? Want ik denk dat het cruciaal is als je de top wilt bereiken of als je succesvol wilt zijn, dan is feedback noodzakelijk. We hebben hier bij Orange Valley de ambitie om het beste online marketingbureau van Nederland te worden. En dat hebben we ook op deelgebieden zoals SEO, CA en conversie. Webanalyse, display, allerlei zaken waar we heel veel mee bezig zijn. Ik denk dat we op een aantal fronten een heel end zijn. Op een aantal fronten denk ik dat we ook nog wel een hoop werk hebben. Maar bij ons in de bedrijfscultuur staat dat echt centraal. Durf gewoon kritisch te zijn naar wat je doet. Durf mensen aan te spreken op wat ze doen. Dus niet op de persoon, maar speel de bal, zeg maar, en niet de man. Okay. Eduard, we zijn inmiddels al een behoorlijke tijd onderweg. Dus de derde vraag, welke fout heb je gemaakt en wat kunnen wij ervan leren? Die skip ik dit keer, omdat ik de volgende vraag... Ik ga toch je hebt er wel eens over zeggen. Ja, ik ga er toch iets over zeggen. En dan ga ik ook gewoon eerlijk zijn dat ik vind Google heel gaaf. Ik ben al jaren fan van Google. Maar eigenlijk is de fout waar ik eigenlijk naar een soort van wil ombuigen naar een advies, is, word niet een te grote fan van Google.
Dat is eigenlijk mijn advies. Dus ondanks dat ze het is een ontzettend gaaf bedrijf die super mooie diensten aanbiedt, heel vaak gratis en het is gewoon echt gaaf. Maar neem ook af en toe afstand. Kijk er ook echt op een andere manier naar. Kijk goed naar dat het ook gewoon een commercieel bedrijf is met aandeelhouders die gewoon keihard winst moeten boeken. Gisteren werden de cijfers van vorig jaar bekend. Alleen al in het vierde kwartaal ruim 18 miljard dollar omzet. Nog nooit was het zo hoog. De hele jaar omzet steeg naar 66 miljard dollar. 19-20% groei jaar over jaar. Hele mooie cijfers. Toch zijn aandeelhouders niet tevreden. Wow. En dat is een interessant gegeven. Ja. En Google zal ook echt wel blijven pushen en ook de commerciële belangen echt wel blijven dienen. En dat is lang niet altijd in het belang van de eindgebruikers. Ook lang niet altijd in het belang van jou als website-eigenaar, als marketeer. Dus ik blijf daar altijd goed ook naar kijken en neem af en toe afstand. Oké. Dankjewel dat je die toch nog met ons wilde delen. Ja. Eduard, als mensen nou luisteren naar deze podcast, of ze hebben je artikel gelezen, of ze doen het allebei, en ze denken daarna, oké, ik wil eens in contact komen met Eduard of met Sander Helbron, die we vooral niet moeten vergeten. Ja, beide zeker. Van het bedrijf Orange Valley. Hoe komen ze dan het beste? Wat is de beste manier om jullie te benaderen? Ja. Als je mij wilt bereiken, kan dat heel makkelijk via mijn blog adwords.nl met een E. Daar kan je me mailen, je kan me via Twitter, via LinkedIn, wat je maar prettig vindt. Dat is heel, heel makkelijk. Je kan me ook via orangevalley.nl vrij makkelijk vinden. Je kan me ook mailen. Eduard@orangevalley.nl. Dus er zijn vele manieren waarop je mij zou kunnen benaderen. En de mail of bel gerust. Oké, want Orange Valley, jij zegt daar ben ik werkzaam. Is het jouw bedrijf ook? Nee, ik werk er al wel vrij lang. Al iets meer dan 5 jaar toen ik er bij kwam. Toen zaten denk ik 6 of 7 mensen. Nu gaat het hard richting 40. Kijk. Mijn opdracht was daar om wel de SEO-dienstverlening op te tuigen. En inmiddels ook wel in het managementteam zit ik. Dus in die zin natuurlijk wel een van de meer ervaren mannen en ook zeker een van de voortrekkers. Maar dus dat is wat ik doe, wat ik gaaf vind om daaraan aan bij te dragen. En heel veel zaken waar het in de intro over ging, of het nou lesgeven is of bloggen of spreken of op events, dat doe ik deels vanuit mijn rol bij Orange Valley en deels ook daar buiten, omdat ik het gewoon leuk vind. Dames en heren, Eduard Blaquière. Nou, dan zeg ik het goed, hoop ik, over Google's Hummingbird. Helemaal. 1 jaar later heb jij je SEO-strategie al aangepast. Eduard, heel erg hartelijk bedankt voor je tijd. Super, dank je, Jelle. En ik graag nog eens met je in gesprek over een van de andere onderwerpen. Ja, dat is goed. Doen we. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast-aflevering. Vergeet niet om je te abonneren en vooral ook niet om een review achter te laten op iTunes om kans te maken op 1 van de 10 gesigneerde exemplaren van het boek Brand Expedition van Martijn Arets. Meepraten over en reageren op deze en andere podcasts kan door te tweeten naar @frankwatching. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen, dan kan je mij ook bereiken via de mail op info@jelledrijver.nl en via Twitter op @jelledrijver. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.